In het Oosterpark FC Groningen tegen Sportclub Heerenveen. In beeld scheidsrechter John Blankenstein bezig aan een kleine afscheidstournee. En van links speelt FC Groningen dat in de aanval is. Via Koeman komt de bal bij Liefden. Mozolien gelukkig voor Heerenveen. Doelman Hans Vonk net voorlangs. Het was een van de weinige kansen die Groningen in die eerste helft kreeg. Dan vanuit de diepte aangespeeld in de 34e minuut. Daalt Thomassen. De ingreep is te laat, maar de redding van de rechtervleugelverdediger Liefde die was op tijd. Hoekschop voor Heerenveen. Die wordt genomen door Talan. Met veel snelheid, dan staat er bij de tweede paal Wouden. Bal wordt gestopt door Patrick Lodewijk. Wordt toch keurig ingewerkt door aanvoerder Hansma. Achterhoede van FC Groningen, niet attent genoeg. Niet scherp genoeg. Maar kijk eens hoeveel verdedigers daar staan. Tweede helft. Met veel ruimte voor Heerenveen aan de linkerkant. En dan zou je zeggen dat die bal toch heel gemakkelijk weggewerkt kan worden. Niegaard. Weer niet scherp aanvallen. Bal terugleggen. De volgende spelers van Heerenveen mochten werkelijk alles doen dan dit schot. Uiteindelijk komt de bal bij Thomassen. En via Thomassen en Patrick Lodewijk voor de voeten van Romeo Wouden. 0-2. Vanaf dat moment was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. FC Groningen moest wisselen. Gal geblesseerd eruit. De Kruif erin. Het was het begin van het einde. Niegaard wordt neergelegd door Patrick Lodewijks. De bal die gaat zeer terecht op de stip. Daar kan geen discussie over zijn. Al is deze meneer het er niet mee eens. Daalt Thomassen achter de bal. Geen aanloop. Geen enkele mogelijkheid voor Patrick Lodewijks om de bal te stoppen. Heeft er geen zicht op. Voortreffelijk genomen. 0-3. En Heerenveen gaat door. Het kreeg alle ruimte. Niegaard in duel met Veenhoff. Passeert hem. Veenhoff probeert hem te pakken met de buitenkant rechts. Vervolgens buitenkant links. Romeo Wouden 0-4. De achterhoede van FC Groningen totaal uit zijn voegen gespeeld. De mister van Erwin Koeman. Romeo Wouden. Talan 0-5. Een aframmeling van je welste voor FC Groningen. Supporters 20 minuten voor tijd verlaten het Oosterparkstadion. En een tegenaanval van FC Groningen, Dien Gouret. De mooiste goal van de wedstrijd met de buitenkant van de rechtervoet in de verre hoek. En dan moet de conclusie zijn dat de overwinning van Heerenveen duidelijk en verdiend was. En FC Groningen zwak in de noordelijke derby.